opstellen in rijen van rechts tegen voor. We gaan ook in de rij staan, jongen. Ja. Ja. Harder. Aan de kant, komt hij aan. Ja, de kever komt gewoon, rijdt zo naar binnen. Rijdt zo naar binnen, niet? Oh, maar dat is helder, Edward. Ja, dat is daar. Ja, dat is daar. Oh, ja, die kan maar. Die kan maar goed. Ja, zeker. Die ben maar pas straks gestuurd. Kunnen die verstaan? Nee. Dan praat ik op zijn bos. Oké, dat is goed. Dat is goed. Hier zijn ze dan, voorbereid op wat er komt te gebeuren. Dat weten ze nog niet. Depp van Hans van Werne, de Dodschraver. En Jan van Annie van Herberg, de lessen op. En nou, dan stel je gewoon dat ik ze naar binnen moet begeleiden. Oh. Ik, maar voor jullie verwacht ik een applaus, hè? Thank you.
Die durf niet, steek me van de schrik. Maar Jasper, Jasperina! Uit het ene gat! Die ken ik toch wel, die komt botsen. Kom alleen goeie volgen, weet je, hè? Goeie volgen. Ja, ja. Maar dan kom ik aan de horen toe, hè? En dan zit er ook nog bij Jan van Haans. Zoon van Haans, van Harry. Dat ben ik. Dat ben ik, hè? Dat ben ik. Heb ik het nou goed gezegd? Jan van Haans, zoon van Haans, van Harry. Ja, het is een heel alfabet, maar ja, goed. Maar jullie, bent er bereid voor? En dan kom ik nou even hier een terugvallen aan en zeg ik nou niet echt van Hans van Wijnen, een doodschouder en Jan van Rijn van Herberg, en even op. Alsjeblieft. Hij komt alleen. Hij komt alleen. Kom er even lekker bij zitten. Half één is daar geweest. En dan moet er een jongen komen worden. Hè? Ho, 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 ho. Even voort, echt voort. Het is vader van de bruid, die ook wel Gerrit. Ik zou zeggen, voor de gaat het begint. Ze wensen snel gebracht, zo werd ze geholpen. Zo ging bij ons van de dam af. Blij dat ik was. Ho, blij. Nee, joh. Ik heb nog wel, maar even wel, ja. Is je rustig, Hans? Rustig, wat verstaan jij mij niet? Mijn dochter, mijn oogappeltje, ons assenpoester. Ja, mensen, er komt een dag. Er komt een dag, er komen de Amsterdammers langs, dat wil ik niet. Er komt een dag de voeten en straat iets doen wat je niet wilt. Dan moet uw eigen dochter, uw oogappeltje, dat moet u licht geven. Dat is geen kant brengen, dat kan ik u wel vertellen. Ons dip, dat is de beste uit het nest. Echt, dat is de die doet trouwens alle klusjes, hè. Vandaar dat ze een assenpoester van hier niet doen. Ik doe niks. Ik doe helemaal niks. Ze haalt de kastanjes uit vuur. Ze pakt de zoete broodjes. Ze haalt de krenten uit de pan. Ze poetst elke dag de plaat. En bij het klussen, dan zoekt ze hem in de spijkers op laag water. Ben je net iemand gevallen in ons en die heeft de knie open, dan zal zij ervoor zorgen dat er zout in de hond gestrooid wordt. Dit is ons derde. En zo kan ik niks doen, man. Ik roep jou dadelijk wel. Het mooie, ik heb een altijd goede band gehad met mijn dochter, dus ik weet het goed. Dat we jou rustig bij je haakje gingen komen, weet ik wel nog, in de stad. Was mooi. Wij lopen zo langs de etalage. Hangen dan drie bij je haakjes en 5 euro. Ja, weet ik niet, ik weet niet. Hé, ik heb de waarde, die ja. Ik zeg, als zo'n goede komt, dan kunnen ze die wel hangen. Dat was toch? Maar geen opnieuw, dus ik ga slapen vissen. Dus ik heb ook al vissen.
vissen, maar ik denk van vissen. Al welke jij een keuring gekregen? Ja. Ja, want ze had geen begunning en ze hadden begunning, zoals in, dus die mensen zegt, je krijgt een bekeuring, want je krijgt geen begunning. Dat is ze, maar ik ben helemaal niet aan het vissen. Ik ben gewoon de burger om het leren zwemmen. Dan zeg ik, ja, dat mag ik bekeuren, want je moet niet naar het zwemmen. Ja, nee, gewoon. Dat lieg ik niet. Maar je hebt zo veel mooie dingen meegemaakt. En dan kreeg op een gegeven moment, dan was ze ouder, en dan kreeg op een zondag, dan stond er ineens een klapbel voor de deur. Die komt aan de hand van een dochter vragen, en als je dan zegt, welke is, dan weet hij er nog niet eens. Dat weet hij niet. Het was donker. Hey. Hij woont met een vrouw, zit hij. Nou mensen, een huwelijk. Huwelijk, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Voor een, het adopteren van een vergroeid mannelijk kind. Dat voor zijn eigen ouders onhandelbaar is geworden. Dat is een huwelijk. Ja. Wie doet dat? Ik zeg, jongen, wat heb ik aan voor werk dan? Hij zegt, ik doe niks. Ik heb geen werk, meneer. Ik zeg, jongen, denk je dat onze wet te gaan onderhouden? Hij zegt, mijn heer zal mij alles geven wat ik nodig heb. Ik zeg, ja, dat zal wel. Ja. En wat denk je dan te gaan wonen als wet, jongen? Want ik heb helemaal geen onderdak. Hij zegt, mijn heer zal ervoor zorgen dat ik onderdak heb. Hé, hey, na 2 minuten komt ons dep binnen. En zegt hij, zegt zo, hoe vinden, pap, hoe vinden? Ik zeg, nou, het is wel een lulbroek. Hij denkt, ik God ben. Ja, ons vrouw die was wel in de wolken, hè. En je hebt een hand van mij op, hè. Want je moet er erg goed bedenken, lag nooit om de keuze van een vrouw, want je bent er zelf één van, hè. Je bent ook gekozen door jouw vrouw. Tenminste, dat gaan we nog zien, dat gaan we nog zien. Hé, hey, maar ik vind het goed. We gaan gauw beginnen. Ik ga je niet veel opschrijven. Dan gaan we straks daar 1,5 uur. Maar ik heb wel een wat tips voor jou. De beste man, dat is de man die zijn vrouw hetzelfde behandelt als zijn auto. Alle poetsen goed bij, altijd de beurt geven. Heel belangrijk. De lak goed in stand houden. Nee. En voor jou, echt genoten is de verleden tijd van echt genieten. Dus dat is nou wel voorbij. Ja. Onze wens, die is vandaag echt vervuld. Nou, hopelijk jou nog. Dus ik wens jullie vandaag toch een schitterend huwelijksdag. En merken, er zond weer op. Veel plezier. Ik durf het bijna niet te vragen. Ik heb er de moestuin.
Ja, we moesten dus zowel vijf en over de aardbeien. Kan dat? Nee, dat mag nog. Nee, dat ben ik waar. Zeg, maar misschien is dat leuk voor jullie om te vertellen. Zeg, ze hebben stiekem al een beetje geoefend. Ze hebben stiekem al een beetje geoefend. Ja, ze waren op een gegeven moment samen al in. Had ik even de tekst gezien, vriend? Misselijk, hè. Zeg, ze waren samen al in en toen zei Jan op een gegeven moment, Jan, doe mijn broekjes al, zeg je dat. Doe mijn broekjes al. Dit heb je paas toch niet? Ja, maar als is die broek, doe je die broek aan, waar zit die? Nou, ik heb, ja, volgzaam, doe die broek aan, komt dat rossels. Ja, hij zegt, zie je wel dat je die paas, dat lukt toch niet? Zo zei Jan, dan weet ik genoeg. Dan wil ik hem niet zo straks de broek alleen. Ja? Oh, zit hij, oh, zit hij. Maar doe ik hem best zitten hier dan? Zeg ik niet erbij, ik ga het zien. Maar dat paas met dan niet Jan, doet het nou toch maar eens anders. Hij vat dat zitje, doet hem aan, komt niet weg als de knieërs, hè. Komt niet weg als de knieërs. Lukt niet, zit hij, ik kom niet in jouw slipje. Oké. Zit hem. Zo, en als jouw houding niet verandert, dan blijft hij zo. Misschien leuk, want het is ook wel een beetje een stuggere tent. Je hebt ze geverfd, hè, want het is namelijk kleurenmaal. Ja, zeg, Jan, die ziet ze van de lucht gegeven, die, en ja, een beetje nieuwsgierig, en zegt van, hey, Tep, hoe oud is jouw vader? Oh, zit Tep, net zo oud als ik. Maar dat kan toch niet, zit hij? Jawel, zit ze, want hij is van vader geworden, een beetje geboren. Ja, en ze heen verleden, Jan. Ja, ze heen verleden. Ja, ze heen al zes kinderen, ik weet dat ik zes kinderen. En toevallig iets allemaal Jan. Toevallig iets allemaal Jan. Ja. Ik zeg, voor de dat ik dan ben, en ze zien uit, ik ben wel handig. En ik zeg, bij elkaar opgevoed, Jan, ze komen ineens allemaal. Ik zeg, wat doen dan eigenlijk maar één nodig hebben? Dan noem ik ze binnen een aardkanaal. Ja, ik wil de pret niet verderven. Maar goed, hij is ook stugger hoor, hè. Hij is ook stugger, jawel. Want op school, ik kan me nog herinneren, op school heel ver terug, toen werd er een schoolfoto gemaakt. En toen zit de meester van, we maken een schoolfoto, maar dan kun je over 30 jaar, kun je nog eens naar die foto kijken en dan denk je van, ach, oh, dan weet je het wel, zie je. Hij zegt, dan moet ik dus op die foto kijken en dan zeg ik van, aha, dat was Sjefke en die is nou Timmerman geworden. Ook en dat is Elsje, en die nou mooi gezin met drie kinderen. Ook en dat is de meester, en die is nou dood. Ja, zo ging dat. Zeg, en ben ik op school 2? Ja, ik snap het. Zeg, maar ik lees hier ook. Nee, ik had nog mee gekregen natuurlijk. Jullie vader, hè? Jullie waren van de paardenveiling, toch? De paardenveiling. Ja, dan ging jij mee, dan ging een lustje mee. Oh, je hebt het neergezet. Oh. Ik kom helemaal vooral. Zeg maar, dan ging je een paar doos op pech controleren, met die een beetje de romp vullen. Door het gebit kijken. Het gebit kijken. En dan langs de benen. Zo omhoog vullen. Zo omhoog vullen. Waarom doe je dat vroeger toen nog aan jullie pa, weet je nog? Toen zit hij om te controleren of dat het pech dat je wil kopen gezond is. En in een goede conditie. Oh, zie je hem? Oh, daar. Dan denk ik dat de melkboer ons man wil kopen. Nou, jongens, hey, als jullie vader net al een paar tips meegaf, heb ik misschien nog een paar wijsheden. Mag hè? Ja, een paar wijsheden, hè. Neem ze van me aan, en dan vergeet ze nooit meer. Komt allemaal goed vandaag. Het leven is als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit. Ja? Drinken kost de helft van uw leven. Maar je ziet dubbel zoveel. En als je willen brandt, dan moet je blij zijn dat je niet aan als uw mensen staat. Goed. Ja. Doet er uw best mee. Doet er uw best mee. En dan ga ik nou. Dan ga ik nou. Want ik zie nou dat je klaar bent. Ben je klaar? Je bent klaar? Nou, dan ga ik nou de vuren roepen. Hè. En want,
Wout, die zit uit de 22e was. Maar daar is die. Hier is Prins Werner de 21e, ja! Yeah! Ik zie hier in de zaal veel bekende, maar ook veel onbekende gezichten. Ik heb er een paar bij die al heel oude vrouw met een neus vooraan staan. Maar het is goed dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om vandaag, 8 februari 2016, aanwezig te zijn. Om Dirk van Hans van Werden de Notgraven en Jan van Annie van Herberg de Lessenhal in de Onecht te verbinden. Ik zou zeggen welkom. In het bijzonder wil ik welkom heten de ouders van het bruidspaar. Die zitten er ook nog ergens in de zaal. Kijk, applaus. Goed dat ze de moeite hebben genomen om hier te komen. En natuurlijk hebben we ook een aantal getuigen. Nou, Wout heeft ze net al opgenoemd. Het zijn zulke lange namen dat ik ze niet helemaal ga herhalen. Ik gebruik een beetje de afkortingen. We beginnen met Jo. Van Jolante. En ze kwam over dat Turkije stond hier. En ja, ze kwam over naar Turkije, hè? Dus wij waren benieuwd hoe ze eruit zagen in tegen, hè, die landen. Maar het is toch een andere? Ik zie een paar andere dingen. En we hebben natuurlijk. We hebben Nel. De oudste zus, die moet vandaag goed opletten of het allemaal wel goed gaat. Had jullie paard gezegd, hou ze goed in de gaten, dat ze zeker het huis gaan. Gebeurt wat gebeurt, maar het gaat gebeuren. Zo is dat, weg is weg. En niet meer terug. En dan hebben we natuurlijk hier de twee getuigen nog. De eerste hier links, maar, met die groen witte daas. Die had hij 2 weken geleden ook aan toen hij in S op het podium stond. En hoe is jouw naam ook alweer? Dat was ook een hele lange. Hoezo? Ja, die sjaal is wel lang inderdaad. Ik heb staan en applaus. Ja, dan hebben we nog eentje over. En dat is ome Joel. Ja, het duurt even. Ja, Jan, hij blijft groeien. Hè? Maar dan gaan we lekker zitten hoor. Ik begreep van de bruidegom dat u bent oom van allebei. Ik weet niet of dat bekend was, maar ja. Daar komen we dadelijk wel op terug, denk ik, van jouw kant. Hè? Maar ik weet niet, getuigen waar jullie aan begonnen zijn vandaag, die verantwoordelijkheid. Zeg je? Nee, komt goed. Maar getuigen, ik weet niet waar jullie aan begonnen zijn. Die verantwoordelijkheid om die te nemen vandaag. Ik zou niet graag in jullie klompen staan vandaag.
Dan inderdaad zijn er nog een aantal bruidsjonkers. En dat zijn er veel vandaag. Ik heb hier staan een Lars. Die zit volgens mij. Oh, die is klasse. Nou, dan wacht ik. Ook goed dat jullie erbij mogen zijn. Jullie mogen blijven tot het einde van het feest, is gezegd. Het is toch om 5:30 afgelopen, dus dat kan hè. Jullie zien er allemaal weer fantastisch uit vandaag. En wat mij opvalt is dat er toch wel wat gelijkenissen zijn met de bruid die hier binnen zit. Ja, volgens mij hadden we er maar 6, maar... Het gaat wel heel hard. Ja, Jan kan ik wel roepen, maar ik weet die achternamen niet allemaal. Ook alle andere familieleden, opa's, oma's, vrienden, belangstellenden, nieuwsgierigen en alle mensen die nog geld te goed hebben van de bruidegom. Ja. Nou, kan jullie vertellen, na de receptie heeft hij weer geld in zijn beurs zitten. Dus heeft hij dan een pils gegeven, krijg je in ieder geval de geld op terug. Nee, Jan, het verhaal. Jan, even opletten. Het verhaal gaat inderdaad, jij zit meestal krap in kas. Ja, dan krijg je geluk dat je een heel goede suiker om hebt, die jou onderhoudt. Maar ja, die zal niet blijven geven natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Als je bij jouw schoonouders in gaat wonen, die zal denken dat het zelf wel goed zijn. Twee kanten. Zo. Ja. Zijn er verder nog mensen die ik vergeten ben? De fotograaf. De fotograaf is natuurlijk ook aanwezig. Daar zit hij op het podium. En daar staat er eentje ook op het podium bij. Want ik wil natuurlijk achteraf geen praat hebben van ik ben vergeten mij te vernoemen in het stukje. Ja, ik weet niet wat. Oh, Jules, hoe heet die meisjes? Je kent ze toch allemaal wel? En ik wil graag beginnen met de huwelijksvoltrekking. Ik weet niet of Jan ook zover is. Ja? Helemaal goed. Nou, dan gaan we beginnen. Oh, wacht even, we hebben er nog één. Dat mag. Ja, we wachten wel even. Doe maar rustig. Goed. Beste mensen, de band die gaan ons verlaten nou, maar ik denk dat ze nog een geweldig applaus verdiend hebben, toch? Aangezien ik maar een paar dagen sceptisch waai en dit voor mij geen dagelijks werk is, heb ik maar eens even links en rechts wat informatie opgevraagd wat er nou inhoudt zo'n huwelijksvoltrekking. Nou, daar schrok ik me kapot van. Het schijnt dat de duur van dit onechte huwelijk nog wel eens kan duren tot na het donker.
Nou is mijn motto, we vatten het licht op. Maar dat zou ik maar niet doen als ik jullie was. We beginnen met Dert. Dert van Hans van Waarden de Doodgraver. Geboren in Dwergonië. Oftewel Druden. En dat is nog niet zo lang geleden als ik eens goed kijk. Je zit nog strak in de vel. En misschien moet ze dadelijk inderdaad nog wel opwichten, maar de moeder roept al, net ze van mij. Dwergonië, Polikte. Daar komt er een klaai. Polikte. Weet ik veel, zover ik niet gekeken. Over de Rijksweg. Over de Rijksweg. Dit is de Rijksweg. Dat is nog voorbij, hel. De dorp is vast slecht. Maar goed, in Drunen maken ze alleen de schoenen of scheepsgroeven. En dat zijn dingen, daar had Dert van Hans verwijderde de Doodgraven niets mee. Dus die wilde daar wel weg op jonge leeftijd. Maar ja, als je eenmaal over die grote hoop in Stuisland bent gekomen, dan staat er een hel voor. En daar wilde hij meemaken. Dus dat is de sodemieter naar haren. En dan? Kende niemand, geen werk. Nee, ik heb water al, dank je. Hij is al praten, ja? Je hebt geen dorst. Geen dorst. En wat dacht Dert? Ik ga werk zoeken. Ik ga aardbeien plukken, zomers. Aan de Belgische straat. En dan werkte Jan van Annie, toen ook. En dan ben ik bij Robert van Zander langs geweest van de week. En die, die herkenden jullie nog wel en die kenden jullie nog wel van vroeger. Want het enige wat hij tegen mij zei, het waren niet alleen die zomerkoningskus die op dat bedje van strooi lagen. Ja, dan Jan. Daar kunnen we veel over vertellen. Ik heb het kort gehouden, want we moeten een tijd terug zijn. Jan, geboren en getogen in Haren. En thuis, ja, daar hadden ze een herberg. Dus, als je dan jong bent, meehelpen. Flink die handen uit de mouwen, om de boel draaiende te houden. En dat is ook wel te zien, want dat is een flinke Jan geworden. Ja, en in een herberg, dan schenken ze meer dan alleen water en cola. En dan weet de heel Haren, Jan lust graag een alcoholische versnapering. En of nou nog een pilsken is, of een likeurtje, Jan lust het allemaal. Ja, Annie is er ook. Van die herberg. Ja, die zit vooraan. Dat is moedig. Ja. Dat is moedig. Die hebben voor vandaag de herberg even dichtgegooid. Ik zal even zeggen. Maar goed mensen, ze passen bij elkaar, vinden ze zelf. De meningen hier in de zaal zijn verdeeld, maar vanzelf vinden ze dat ze goed bij elkaar passen. En ze willen er samen voor gaan. Maar ja, om nou thuis te blijven wonen, in die herberg, of bij schoonvader, dat doen ze niet. Dert wil het huis uit, of tenminste Hans het liever dat ze weggaan. En hij heeft er nog meer twee thuis zitten, en die raakt hij ook al niet kwijt. Maar nou hebben ze hun oog laten vallen op de horecagelegenheid van Haren. Wie? Ik weet niet. Maar volgens hun, volgens Dert en Jan... Zijn die wel klaar? Ik kan even kijken. Ja, we praten door. Maar het gaat om de horecagelegenheid van Haren. Café Het Anker. Het Kerkijn. Volgens hun. Ze hebben volop ideeën. Ik heb er hier een paar opgeschreven. Ik zal ze even opnoemen. Ze willen beginnen. Een kinderdagverblijf. Die hebben we nog geen in Haren. Een kapsalon. Die hebben we nog geen in Haren. Een schaatsbaan. Die hebben we nog geen in Haren. Een bordeel. Die hebben we nog geen in Haren. Dat is lang geleden afgebrand. Heel lang geleden. Nee, die oude die weten dat nog. Dat ben jij bij hem gelopen, hè? Oude herinneringen moeten terugkomen. En tijdens ons gesprek viel me nog iets anders op.
Want volgens mij is er nog een reden meer dat ze moeten gaan trouwen. Ja? Ja, volgens mij is Jan 7 onderweg. Nee, Jan is al net zo dik. Nee, dat is voor hup, hoor. Dat is voor hup. Oh. Dat is al net zo dik. Dat is trekken alles op de wacht. Meevallen? Oké. Okay. Maar tot zover even... Zeg je? Na vanavond, oké. Tot zover even het vrijblijvende van mijn kant uit. Volgens mij zitten er in de zaal nog een paar mensen die iets willen zeggen. Hij heeft net de druk van de ketel gehaald, dus hij kan nou vertellen. Hij gaat niet zingen. Ik heb het niet voorbereid, maar ik ben heel blij om hier als import Harenaar aanwezig te zijn. Om die jongen voor mij in het onechter te verbinden vandaag, samen met de prins en het gevolg. Ja. En met die neef van ons, ja, daar komt het er niet meer goed. Dat klopt wel heel gek. Ja, dat zeg ik. Jij bent niet van hier. Nou, nu wel. Zo. Hij komt vandaag. Ja, iets verder als de helft. Hoe ben je daar nog aan? Nee, jullie moeder zat op het terras. En ik denk, ja, daar is er wel eentje, die neem ik mee. Dus zodoende ben ik hier terecht gekomen. Ik weet het ook niet meer. Maar om een lang verhaal kort te houden. Dat is een terras. Ik denk dat het gevolg daar, die denkt van... We staan hier al onderhand, al verrekkers lang. Duurt te lang. Dus wie gaat ze nou in het echt verbinden? Jij? In het onecht, sorry. Herstel. Herstel. Ik ga terug en ik wens jullie allemaal een gezellige dag. Die was er blij mee, dat ze gingen trouwen. Is er iemand die er wel minder blij mee is dat ze wil gaan trouwen? Die vooraan, uit de onverwachte hoek, denk ik. Het is waardeloos. Les thuis plekken. Hoe komt er nou op? Ja, door mee. Hoezo? Ja, dat komt ook. Dat klopt toch niet? Hoe moet dat met die handen vieren? Daar zouden we het niet over hebben. Ja, maar ik moet al tekenen. Dat kost allemaal een hoop voor wat het is. Je bent meegetuigd. Niet tegen blij, hè? Ik heb de financiële status van de schoonvader zelfs bekeken. Oh ja. Ik heb gehoord dat hij goed was. En sorry, Jan. Goed was de bal. Ja, wel goed was. Ik was. Ja. Dus dit is gewoon ergens in, want met de geld is het wel doen. Maar je niks. Alleen ben ik daar niet zo goed, hè? Ik heb een uitkering. Wat jij dat doen? Nou, weet je. Ben je al? Dus ik denk wel dat het zo moet. Oké. Ja, ik vind het goed, hoor. Ik wil het wel zo houden, eigenlijk. Ik wil er zelf ook mee van, hè? Nee, dat is niet zo. Hoezo jij wel? Vindersloot. Zoek je dat ook goed? Nee, maar ik moet ook. Oma's? Ja? Ja, want dat is heel mooi hard. Ja, dat is heel goed. Jules, dat heb ik net ook gehoord. Dat is kwaai hard, hè? Ja, niet alleen de kwaai hard, want ze was een kwaai, zei ze net. Dat heb je natuurlijk. Dat is echt al mijn taak in het zijn. Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Ja? Ja. Dat zit te zijn goed. Je moet wel in de spoor. Ja, Jules, alles goed? Ja, is goed. Mag het? Ja, mogen we gewoon doorgaan? Nou, helemaal goed. Als er verder niemand niks meer te zeggen heeft, dan gaan we door met het... Achterin. Kom even naar voren. Een beetje kaal. Ja, nee, zo, hè?
is al gebeurd inderdaad. Heel goed. Maar we gaan beginnen met het onechte gedeelte. Het is de gewoonte hier in Stravendorp om alleen duurzame huwelijken af te sluiten. En naar de woorden van het bruidspaar heb ik zo mijn twijfels of ze wel allebei goed hebben nagedacht wat ze gaan beginnen vandaag. We hebben natuurlijk net alle bezwaren al gehoord. En uiteindelijk toch positief. De meesten vinden van het mag gewoon doorgaan. Dus ik heb voor mezelf deze aangehoord en afgewogen. Ik ben ervan overtuigd dat ik alle bezwaren, positief of negatief, naast me neer kan leggen. En ik wil dit paar toch een kans geven. Daarom wil ik nu overgaan tot de huwelijksvoltrekking. Ik wil ten eerste vragen of het bruidspaar wil gaan staan natuurlijk. De getuigen mogen mee gaan staan. Als dat lukt. Ja, klaar? Oké. Depp. Depp van Hans van Weijden, de noodgraver. Neemt de hand van uw geliefde en kijk hem diep in zijn ogen. Jan, van Annie, van Herberg de Lesterhoop. Neem dit poezelige handje van uw toekomstige echtgenote en kijk dan maar eens goed aan. Dip, van Hans van Wijnen de Doodkramer. Neem jij, Jan van Annie, van Herberg de Lesterhoop, tot jouw onechtgenoot. En zul jij je houden aan alle regels en plichten die in jouw huwelijk gelden. Wat is hierop jouw antwoord? Nee, Gabby! Nee. Oké. Kan niet, het is nog niet gescheiden van die ander! Ho! Zware waren net! Het is nog niet gescheiden van die ander, dat kan niet! Hij had ja gezegd, inderdaad ja, goed opgelet. Dus dan gaan we naar Jan van Annie van Herberg de Lesterhoop. Neem jij Dip van Hans van Wijnen de Doodgraver tot jouw onechtgenote en zul jij je houden aan alle regels en plichten die aan haar huwelijk verbonden zijn? Ja, zeker! Ja! Of Jan, de bode, even het bordje en het dekseltje kan brengen. Hij is al goed voorbereid, dat zet hij al. En als symbool voor deze onechte verbintenis wil ik vragen of Deb het dekseltje op het potje van Jan wil plaatsen. Andersom Jan. Nou dames en heren, gaan kijken of het gaat lukken. Komt Jan. 2. Hij is binnen. Zo is het. Zit in het potje. Ja, hou er een beetje gaten. Er zijn nog twee dingen die ik wil zeggen. Geniet van deze dag, drink een paar lekkere pilsjes, maar zorg ervoor dat je niet groen-wit ziet vanavond. En als je de pastoor tegenkomt, praat haar eens, want dan verstaat hij toch niet.
En dan mag er daar natuurlijk getekend worden. Dan ligt hier voor, ligt de papieren klaar. Oh ja. Regelde jij dat? Ik denk niet. Niet die grote, dat is uitnodiging voor ons. Pas de hand erop of niet dan? Ja, de getuigen mogen ook. Laat eerst die mannen maar tekenen, want die twijfelen nog. Ik ben al hier in de gegeven natuurlijk. Dat kan wel zijn, maar de hulp nog wel.